Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 23 november. Ben je uitgeput of verhoog je Jezus? Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 7, vers 6. Zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de geest. Ik geloof dat een van de voornaamste redenen waarom veel mensen gestrest en uitgeput zijn, is omdat zij hun eigen gang gaan in plaats van Gods plan volgen. We moeten de leiding van de Heilige Geest volgen met betrekking tot waar we ons toe voelen aangetrokken en waar we onze energie aan besteden. We moeten leren om ja te zeggen als Hij ja zegt en nee als Hij nee zegt. Als we aan Gods leiding gehoor geven, dan zijn we in staat om te volbrengen wat Hij ons geeft te doen en kunnen we vrede hebben. In Romeinen 7, vers 6 staat dat we geleid moeten worden door de ingevingen van de geest. Ik kan mij heel veel momenten herinneren dat ik erg moe was en dat de Heilige Geest mij ingaf om te rusten. Maar ik bleef mijzelf opleggen om uit te gaan of gezelschap te hebben. Uiteindelijk raakte ik uitgeput in plaats van alleen maar moe te zijn. Zoals je weet zijn uitgeputte mensen meestal humeurig en ongeduldig. Wanneer we de ingevingen van de Heilige Geest gehoorzamen, verheerlijken we Jezus. Dus laat me jou het volgende vragen. Ben je uitgeput of verhoog je Jezus? Volg de Geest en verheerlijk Hem in je leven. Voel je vrij met mij mee te bidden. Heere God, ik wil niet te uitgeput zijn om uw ingevingen te gehoorzamen. Ik kies ervoor uw plannen te volgen en u in mijn leven te verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website. Joyce-Meyer.nl